En dit is hetgene wat al mijn problemen oplevert. Een heel simpel wietplantje. Overal is afzuiging en de stroom is keurig aangelegd. Jeffrey kweekt hier niet voor de winst of om door te verkopen. Zijn wiet is puur voor eigen gebruik. Ik heb een apparaatje ervoor. Dan kruimel ik het. Dan hoef ik in principe geen tabak te gebruiken. Niet is die rotzooi. En dan, nou ja, dan neem ik de THC, de CBD en de andere stoffen tot me. Lukt het nog een beetje, buurman? En op die manier houdt hij zijn autisme onder controle. In het verleden gebruikte Jeffrey ook andere medicijnen of wiet van de koffieshop. Maar volgens hem werkt dat allemaal niet. En dus gaat hij zelf kweken. En dat werkt wel. Het maakt mij gewoon een stukje socialer, een stukje menselijker. En ja, het helpt gewoon, weet je, zoals een medicijn hoort te helpen. Toch blijft wat Jeffrey doet verboden in Nederland. En justitie wil geen uitzondering maken voor de Katwijker. Die vreest dan ook de dag dat zijn planten in beslag genomen worden en hij zonder medicijnen komt te zitten. Ik denk niet dat ik dan oud ga worden. Je, op een gegeven moment is het ook gewoon niet te doen. Als je elke ochtend wakker wordt en je vraagt je eigen af, wat doe ik hier? En je zit de hele dag thuis. Hoe lang denk je dat het duurt voordat je jezelf gek gemaakt hebt? Ik geef hem misschien 2 weken, dan ben ik totaal koekoek. Ik kan hem afdragen en dan, waar mag ik dan naartoe? Wie gaat er dan voor me zorgen? Ik heb nu een relatie, al 17 jaar. Gaat prima. Zonder medicatie, geen relatie. Geen sociaal leven, helemaal niks. Los! Ook zijn vriendin Debbie ziet dat haar vriend baat heeft bij zijn zelfgekweekte wiet. En als hij niet gebruikt, dan merk ik dat hij echt wel dat de spanningen hem te veel worden. En dat hij het leven eigenlijk voor hem ondraaglijk wordt. En voor jou dus ook. En voor mij dus ook. Ja, zeker. Want ik denk dat iedereen zich wel voor kan stellen als jij een partner hebt die ongelukkig is, dat dat jou ook raakt. En dat jij daar ook ongelukkig van wordt. Ik bedoel, als hij gelukkig is, ben ik gelukkig. En andersom. De rechter besluit vandaag dat Jeffrey de wiet inderdaad nodig heeft voor zijn gezondheid. Er mag voorlopig niet ontruimd worden. Dat besluit geeft even rust. In ieder geval tot de strafzaak. Want ook die hangt Jeffrey nog boven het hoofd.